Mijn naam is Kevin Grootengel, ik ben 24 jaar. Ik ben Dave van T. Weder, 18 jaar oud. En ik doe nu de opleiding sociaal werk. Ik doe nu de kappersopleiding, mijn eerste jaar. Ik had in 2022 had ik een heel moeilijk jaar. Ik ging mij meer isoleren, ik had minder zin om naar school te gaan. Doordat ik vaker afwezig was op school, was ik ook bang om weer terug te gaan naar school, omdat je de opmerkingen krijgt. En toen heb ik op een gegeven moment aan de bel getrokken op school. Nou, we hebben gekozen voor welbevinden om dat expliciet in onze strategische koers op te nemen. Omdat we het echt nodig vinden, omdat we echt zien dat die problematiek toeneemt. Dat begint gewoon in elke les of al op de gang. Als je studenten ziet, even een praatje maken. Hoe was het weekend? Hoe zit je erbij? Als een student niet lekker in de vel zit, dan hebben we dat over het algemeen ook wel door. En dan zullen we daarop inspelen. Misschien is dat in de klas, misschien is dat even met een individueel gesprek. Daarbij hebben we als team ook heel nadrukkelijk ingestoken op welbevinden en betrokkenheid van onze studenten door een positief educatief programma te implementeren bij ons op de opleiding. En daar hebben we het als team eigenlijk 3 jaar lang echt gehad over hoe verhogen we dan ook dat welbevinden van onze studenten. Waar studenten tegenaan lopen is onder andere zelfvertrouwen, maar we zien ook een groei in angststoornis, depressie. De uitdaging is eigenlijk dat je een hele integrale aanpak kiest. Want anders kun je ze niet meenemen. En die integrale aanpak hebben we aan de voorkant al afgedekt door te zorgen dat we ROC breed met een visie op de gezonde school zijn gekomen. Waarbij we eigenlijk de bril van de gezonde school opzetten van wat willen we zijn en wie willen we zijn. En dat betekent dus ook in het kader van het welbevinden van de studenten dat we eigenlijk allemaal ook daarvoor gaan. We maken gebruik van Test Je Leefstijl. Het is eigenlijk het enige instrument die het welbevinden van studenten toetst, waarbij de studenten hun mening daarover geven. De uitkomsten van Test Je Leefstijl, dus de rapportages, daar hebben we een infographic van gemaakt. En die infographic leggen we voor aan de opleidingen. Wat je merkt is dat er meer een sfeer komt om de aandacht voor de studenten te hebben. Als docent sta je natuurlijk voor de groep en heb je contact met de studenten. We hebben wel gezien de afgelopen jaren dat er steeds meer aandacht is voor welbevinden. En dat hebben wij ook als team hebben dat opgepakt. En als we zien hoe de gesprekken nu verlopen met de studenten, dat is wel echt wel meer dan dat we in het verleden hebben gedaan. Hun kunnen je een fijn gevoel geven. Want soms heb je echt een rotdag en dan denk je van, ik wil eigenlijk niet praten. Maar als je dan begint te praten, wordt het gewoon weer fijner. Dan krijg je een fijner gevoel. Nee, ik vind het heel leuk om iemand wat te leren. En ik vind het ook leuk als iemand aan het eind van de les iets snapt met rekenen wat hij daarvoor nog niet snapte. Maar dat geeft mij niet half de voldoening als het contact met die student en dat ze je echt dingen vertellen en dat je in vertrouwen wordt genomen en dat je ze ook meer in hun studieloopbaan en misschien zelfs in het leven iets verder kan brengen. Onze groep, allerlei studenten die wat extra's nodig hebben. En dat kan bijvoorbeeld zijn iemand die als vluchteling vanuit Syrië hier is gekomen met een taalachterstand. Dat kan iemand zijn die ADHD heeft. Dat kan iemand zijn die TOS heeft of die trauma te verwerken heeft. Wij proberen als docententeam op de juiste manier bij die student aan te sluiten. Dat doen we door met die student in gesprek te gaan. Dat doen we door met ouders in gesprek te gaan. We krijgen vaak ook informatie al vanaf de middelbare school. En zo proberen wij voor elke student een stukje maatwerk te leveren. De ondersteuning hier op school vind ik heel goed geregeld. Want op het moment dat ik aan de bel trok, kreeg ik al gelijk een optie om met iemand te gaan praten over de dingen wat ik op dat moment meemaakte. Docenten die worden daarin wel ondersteund door de studieloopbaanbegeleiders vanuit school. Ook middels modereersessies, wat we dan met het team dan ook hebben. Daarin ook tips kunnen geven aan de docenten, maar ook de studieloopbaanbegeleiders vooral, omdat die ook de doorverwijsfunctie hebben. We geven ook workshops, ook op aanvraag. Als er bijvoorbeeld een studiedag is, dan geven wij ook wel eens gastlessen en uitleg over wat loopbaancentrum inhoudt, zodat die signalering ook goed blijft gaan. Maar ook schuldhulpverlening willen nog wel eens een workshop verzorgen, op niveau van de student, van wanneer heb je schulden, hoe ziet dat eruit. Daarin doen we ook veel richting preventie eigenlijk. Er is ook een mogelijkheid dat collega's van ons meegaan in de SLB-lessen van collega's. Dus niet per se alleen in de introductieweken. Maar dat zij ook aansluiten de eerste 10 weken bij de SLB-lessen. Ook om de SLB wat meer body te geven in hoe ondersteun ik nou mijn studenten gedurende hun persoonlijke ontwikkeling in de loopbaan.
om daarin dan ook hun wat meer tools te geven van hoe signaleer je nou iemand die bijvoorbeeld depressieve gevoelens heeft? Hoe ga je het juiste gesprek aan met iemand die in een lastige thuissituatie zit, wat heel gevoelig kan zijn, ook in verschillende culturen? Het is natuurlijk ook heel erg belangrijk om aandacht te hebben voor het welbevinden van onze docenten. Omdat docenten die goed in hun vel zitten en gelukkig zijn, het mooiste onderwijs verzorgen. Ik vind zelf dat ik in een heel warm team zit waarin ik met een aantal collega's ook heel vriendschappelijk omga. En ook als ik ergens mee zit, dan kan ik het gewoon op tafel leggen. Ik denk dat dat positief educatief programma wat we hebben gedraaid, dat was het. Ook gericht op het welbevinden van de docent. En dus daardoor zijn wij nog wat meer gewend geraakt om makkelijk dingen met elkaar te delen. Dus dat heeft daar zeker een rol in gespeeld. Maar vooral gewoon de personen die wij zijn, de betrokkenheid die we hebben naar onze studenten toe, die hebben we ook naar elkaar. De studenten die op stage zijn, die hebben in principe een BPV-docent, zo wordt het genoemd. Dus het is eigenlijk een docent die een studieloopbaanbegeleiding functie heeft, maar dan op de werkplek. En die twee mensen vanuit de werkplek en binnen de school, die hebben met elkaar ook de afstemming als een student dus op stage is. En daar vindt dus ook de onderlinge signalering plaats met de student samen. Stel het zou voorkomen dat een student zich niet veilig voelt op stage, dan kan die stage uiteraard beëindigd worden. Dat zal nooit gebeuren voordat wij in gesprek zijn geweest. Dan wordt dat ook een trialooggesprek, dus dan zal ik of de stagecoördinator meekomen. Ik voel me heel erg veilig eigenlijk. Het voelt als thuis bijna. Dat vind ik er wel leuk aan een stage, zeg maar, als het zo voelt. Ik ben echt trots op mezelf dat ik het afgelopen jaar zo erg ben gegroeid.